Nederlandse voedselbanken willen meer mensen helpen. Hoe draagt de voedselbank in Arnhem bij aan dit doel? Iedere voedselbank heeft natuurlijk zijn eigen manier van werken. Wij in Arnhem hebben dan nog uitgiftepunten waar mensen een krat voedsel krijgen voor in hun tas. En hier in Arnhem-Zuid hebben we dan deze winkel, centraal uitgiftepunt, waar mensen kunnen kiezen een aantal producten. Dus die komen hier gewoon binnen, staan op de lijst, maar daar wandelt een vrijwilliger gezellig mee. En we lopen dan door de winkel heen en we gaan kijken van waar zijn spullen die je lekker vindt als je daar één van mag hebben. We hebben natuurlijk drie gezinnen of drie groottes, klein, midden, groot. En één daarvan is dan dat mensen zelf die keuze kunnen maken. Hè. En een uitgittenpunt is natuurlijk, je krijgt een krat, daar zitten een heleboel dingen in. Hè. En er zitten natuurlijk ook spullen bij, zeg van ja, wat, eigenlijk nemen we dat niet. Dan kun je dat daar achterlaten of aan een ander geven. En dit is natuurlijk veel mooier. We hebben een stukje eigenwaarde van mensen. Dat je echt in een echte winkel rondwandelt. Alleen we hebben geen kassa. Dat is een mooie. En mogen mensen zoveel kiezen als ze willen? Of mogen ze maar een aantal producten? Nee, niet. Ze kiezen niet. Als er twee dingen gevraagd worden, mogen ze uit een gedeelte, zoals aan de wand, hebben gekleurd. In dat gedeelte mag je dan twee dingen kiezen. En dan is een gezin groter. Dat is een beetje opgedeeld. Hè, met één persoons. Twee en meer en vier en meer, dat zijn dan de grote gezinnen. Die mogen dan bijvoorbeeld drie dingen daaruit kiezen. Ja, dat wel. 11 september 2017 zijn we hier geopend. Nou, dus vanaf dat moment zijn we al zoveel mensen gehad en zo blij. En kijk straks maar rond. Echt, de mensen zijn laaiend enthousiast. Vindt u dit een fijn concept, zo'n supermarkt? Ja, ik vind het geweldig zo. Eerst kregen we het altijd in kratjes en ik ben zelf suikerpatiënt. En er zat er meestal een hoop snoep en dat soort dingen tussen. En nu kun je gewoon zelf kiezen wat je wil. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja, want ik had dan best wel vaak het gedoe dat er dingen zijn die ik niet lustte. En dan kon ik het wel aan anderen geven, maar dan heb je er zelf weinig aan. Dus dit is een stuk handiger. En nu heeft u wel gewoon een ruim assortiment waar u uit kan kiezen. Precies. Bijvoorbeeld, ik mag geen lactose en daar kun je regelmatig ook dingen mee, van meekrijgen waar dat niet in zit. Dus dat is gewoon een prettig idee. Wat pakt u dan zoal? Echt meer gewoon maaltijden, dat ik gewoon goede maaltijden heb. En mag u van alles pakken of heeft u een aantal dat u mag pakken? Nee, je mag niet van alles pakken, want ik woon alleen en het moet natuurlijk wel eerlijk verdeeld worden. Dus, maar ik heb altijd keuze genoeg, dus ik ben heel tevreden met wat ik krijg altijd. Nee, ik vind het wel innovatief dat ze het gewoon ingebracht hebben. Dus er kunnen wel meer komen? Ja. Ik bedoel, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld geen varkensvlees eten en er is een ruim aanbod wat dat betreft. Vindt u dat het goed geregeld is? Ja, ik vind het heel netjes geregeld zo. Toen we pas open waren, laat ik zeggen een week of twee, toen ben ik eens een keer daarvoor bij de ontmoetingsruimte gaan zitten. Gewoon eens even gevraagd van, hoe vindt u nou, u loopt hier nou twee weken al, hoe vindt u dat? Want het is eigenlijk nog een pilot toen de tijd, dus we kunnen nog terug naar het oude model. Ik kreeg meteen natuurlijk een beetje opstand, zo van, dat zou jammer zijn, want dan kunnen we kiezen. Dan hebben we echt de spullen die we ook echt nodig hebben. Dus dit is gewoon absoluut een succes. Je kunt niet meer terug. Het is een groot succes en we kunnen misschien wel meer verwachten. Ja, absoluut. We kunnen niet meer terug.